Ik heb jullie naar hier genomen voor een spannend en zeer griezelig spel. Maar jullie moeten me nu vertrouwen. Sluit jullie ogen en steek jullie handen maar vooruit. Oh, zeg, wat is dat? Wat is dat, zeg? Oh, nee. Oh, nee. Jullie zien dat jullie aan elkaar vastgemaakt zijn. Ja. Maar het goede nieuws is, jullie kunnen jullie zelf bevrijden. Boven zijn er 4 kamers. In elke kamer kan je een cijfer vinden. De 4 cijfers samen vormen een code. En met die code kan je een kist open doen. En daar ligt een sleutel in om jullie zelf te bevrijden. Deze vieze spinnenwebben ligt het eerste cijfer. Maar dat zijn natuurlijk geen echte spinnenwebben. Hè. Die spinnen hieraan, dat zijn ook valse spinnen. Maar zij weten dat natuurlijk niet. Ja. Zij weten. Nee, niet echt. Oh, het ruimte is er pikdonker. Amai, wat is het hier? Oh, jongens, wat is dit? Oh my god. Ekkes, wat is dat hier? Kankvrij. Zeg, zeg jij dat? Ik ga niet bang zijn, hè. Ik ga gewoon wandelen. En we moeten echt rechtdoor de cijfers vinden. Ja, ik volg. Zien jullie hier? Zitten we juist? Ik denk we zijn gewoon maar binnen gegaan. Wat is dat? Wacht. Schijn hem. Hier. Ik heb iets. Ja, waar? Kijk. Waar? Ja. Kijk. Het is 6. Yes. 6. Oké. Okay. Naar de volgende kamer. Ja, nog 3, hè. Kenletters. In deze kamer bevinden zich op de vloer allemaal dezelfde rode papieren. Maar op eentje is met citroen een cijfer geschreven. Maar dat cijfer kan je alleen zien als je recht erop schijnt. Dus ze gaan flink mogen zoeken. Daar is het wel. Heel erg donker. Wat is dat hier? Zeg. Wacht, er liggen dingen op de grond. Wat is dat? Oh, dat zijn allemaal papier. Schijn naar beneden, jongens. Wat is dit? Kijk. Wat, hier. Wacht. Ja. Iets aan 7. Dat is 7. Ja. Iets aan 7. Ja. Oké. Jongens, snel kompen. 6 en 7. Goed onthouden, 6 en 7. Oké, 6 en 7. Als ze in deze kamer komen, gaan ze 3 kisten vinden. In 1 van deze kisten ligt op de bodem een cijfer. Maar natuurlijk, het is pikdonker en ze weten niet wat er in de kisten zit. In deze kist zitten 2 mutsen. In deze zit vieze spaghetti. En in de derde kist steken 2 ananassen. Lijkt niet zo eng, maar als het donker is en je weet niet wat erin zit, voelt het heel eng. Ah. Oh. Nico, ga jij de deur open doen? Oké, ik ga eerst. Oh, ja, ze is al open. Ah, oh, ah, ziek, ziek. Natuurlijk. Kan je helpen met zoeken dan ook? Ah nee, hè. Zoeken jullie maar lekker verder. Kijk eens. Wat is dat? Ik denk dat het cijfer daarin steekt. Oh. Ik begin. Oké, kom aan. Wat is dat? Ik zal ook eens voelen. Kom. Voor geen getal of iets? Hier ligt niks in. Nee, hè. Oké. Nee? Benny, ga jij? Oh, Benny. Ja, wat is dat? Dat prikt een beetje. Oh. Nee. Oké, daar ligt het ook niet. Jongens, ik vrees dat hij mijn doos gaat steken. Wat is dat? Ik voel iets heel nat. Heel glibberig. Ik voel... Ja. Ja. 4. Een 4. Oké, jongens. Dus we hebben al een 6, een 7 en een 4. Op dit blad er zijn een rekenformule. En als ze die oplossen, dan vinden ze het volgende cijfer voor hun code waarmee ze zichzelf kunnen bevrijden. Ja, hier achter zal schijnen.
aantal sterren plus aantal ringen min aantal vazen min aantal bianen. Oké, ik denk dat we al die dingen moeten zoeken. Op papier. Ja. Aantal sterren. Dat zijn er 12 zeker. Europese vlag. 12. Dat is 1 aas. 5, 6, 7 vazen. 7. Olympische ringen, 5. Ah, gevonden. Hoeveel? 8 ballen. 12 plus 5, 17. Min 7, 10. Min 8. Zeker 8. 2 plus 1, 3. Oké, dus we hebben 6, 7, 4 en 3. Oké, jongens, we zijn er klaar. Kom aan, noem maar. Ja, jongens. Ja, de kist. De kist staat in het midden. Oké, jongens. Ja. Nog eens herhalen. 6, 7, 4, 3. Oké. Klaar? 7, 4, 3. We zijn er bijna uit. 6. Oh, hebben jullie de code gevonden? Ja. Ik denk het. 7, 4, 3. Klaar? Ja. Oké, jongens. 4, 4. Oh! Ja, yeah! Oké. Oh, nog een pressie. Oh, yes! Sleuteltjes. Waren jullie bang? Nee. Oké. Spookvuist, jongens? Ja, spookvuist. Ik vind het eigenlijk heel erg voor hun. Want die gaan gewoon nooit een meisje vinden om mee te dansen. En omdat ik dat zo erg vind, ga ik ervoor zorgen dat onze jongens vandaag hun eigen danspartners ontwerpen. Ze gaan namelijk danspoppen maken. En ik ben verantwoordelijk voor de beste danspasjes. Yay! Ik heb een verrassing voor jullie. Oh. Dit zijn jullie danspartners! Nee. Maar, die zijn weer te jong. Nee, dat is niet waar. Dat is Lisa en dat is Lola en dat zijn mijn poppen. En ons principe van vandaag is volledig hierop gebaseerd. Kijk, als ik met rechts beweeg, dan beweegt Lola en ook Lisa haar rechter naar rechts. Doe ik zo, dan doe ik zo. Hè. Zie je het? Okay. Straks gaan we het zo doen. Vooraan komt een popje. Kom maar, popje 1. En Sieg, kom jij maar van achter. Zo. En ik ben de bediende. Hè. Als ik dan doe rechts, dan gaan jullie ook rechts. Wow. En als ik doe links, dan gaan jullie ook links. En als ik zeg jee, dan gaan jullie ook jee. En als ik zo wow, dan doen jullie dat ook. Oei. Dit is het principe van onze danspoppen. Maar onze poppen gaan natuurlijk niet in hun blootje dansen. Hè. Dus heb ik een hele verkleedkoffer meegebracht. En hieruit mogen jullie kiezen voor de poppen. Klaar? Kijk jongens, mijn ruimte is klaar. Zie, alles wat ik doe, volgt hij. Naar voren. Dat is echt wel mooi, hè? Dan kunnen we straks gaan dansen. Moonwalken. Nu nog de kleren erop en we zijn klaar. Kijk, ketnetters. Onze jongens zijn supergoed aan het werken. Dus heb ik alle tijd om onze dans van straks voor te bereiden. Yes! Ik heb deze broek al over mijn houten constructie getrokken. Het worden dus de twee benen. Hoppa. Zie, is die pop al af? Ja, die is helemaal klaar. Kom, man, verder werken. Leuk, kost een mooie minder dansen, meer werken. Ik heb hier in de verkleedkoffer van Benny oude sokken gevonden. Die ga ik vullen met eender wat.
bijvoorbeeld plastic zakken, maar je kan dat ook met krantenpapier of eender wat doen. Zo begint dat toch al een beetje op mijn voeten te lijken. Hè? Als ik dan mijn broek erover doe, dan heeft mijn danspartner tenminste al benen, hè? En voeten. En dat is toch essentieel als je wilt dansen. En klaar om te shaken. Oké. Hé, jongens, ik heb ons perfecte dansje bedacht. Zijn jullie klaar om mee te oefenen? Ja. Oké, kom, kom. Ja, leg maar uit. Kijk, kom maar hier zo staan. Kunnen jullie mij goed zien? Ja. Ja. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en slide. Slide back. En rondje. Ah. Handje. Oké, nu freestyle. Wow. Freestyle, dat betekent dansen zoals je zelf wil. Ja, zo dus. Oké, wij zijn er klaar voor. Jongens, kom aan, take jullie pakken aan. This isn't over. The pressure's on. You feel it, but you got it all. Believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, Tamina, mina, sangalewa. 'Cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Ik ben ongelooflijk fier op mijn dansers. Dansje!